Hartelijk welkom, daar zijn we weer. Hadimesha 2.0 is weer van de partij, zoals elke week. En ook vandaag hebben wij een schitterende gast, Christine Emmerichts. Dag Christine. Dag Misha. Ik ben blij dat je er bent. Ja. Ik ben een bewonderaarster van jou. Aha, ja. Dat hoor ik graag. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Het is natuurlijk zo dat jij al een serieus leven achter de rug hebt. Mm-hmm. We zijn een beetje van dezelfde leeftijd, dus we hebben alle twee geleefd. Maar we gaan het eens hebben over jouw DNA. Hoe ben jij in de wereld gekomen? In welk soort gezin ben jij geboren en getogen? Goh. Waarschijnlijk een heel traditioneel Vlaams-katholiek gezin uit die tijd, denk ik. Ja. Wat misschien wel bijzonder is, dat allebei mijn ouders hebben hogere studies gedaan. Voor die tijd was, voor die tijd was dat wel. Hè. Dus mijn vader was een boerenzoon. Maar wilde eigenlijk niet die boerderij verder zetten. Dat was dan eigenlijk in een lange traditie, vele generaties, was dat dan een breuk. Ja, ja. En hij is dan Germaanse gaan studeren en is dan eerst gaan werken voor de radio, de openbare omroep. Ja. We hebben zelfs eerst bij de krant gewerkt, ja. Ah, ja. We hebben denk ik al foto's zien passeren, of nog niet. In elk geval, we hebben een foto waar jij staat met jouw vader. Ja. En, ja, dat is dus, ik herinner mij dat niet, maar dat is dus op de Expo 58. Ja. En wij woonden daar niet zo ver vandaan. Dus nee. Wij woonden in Strombeek, dit is op de Heizel. En mijn moeder vertelt dus dat zij iedere dag met ons drieën naar de Expo ging. En mijn vader werkte toen, was verslaggever, dus hij bracht verslag uit van de Expo. En dus dat moet voor mijn ouders ook een hele bijzondere tijd zijn geweest. Was dan ook iemand, was het gebrek aan logeerplekken. En er waren te weinig hotels, et cetera. Ah, ja, en dan ja. Een Duitser, geloof ik, die daar moest zijn voor zijn werk. Die woonde dan bij een intijdelijk. Dus het was zo, ja. Het bruiste. Iedereen was met iedereen in contact. De wereld ging eigenlijk open. Want ja, 58, de oorlog was alweer een tijd gedaan. Maar voor hen was dat toch wel plotseling de wereld die naar België kwam. Ja, ja, ja. En jij bent het jongste kind? Ja, ik ben dus daar ben ik 3 jaar oud. Ja. En mijn zus is dan 5 en mijn broer is 7 jaar. 7 jaar. En als je zegt, je bent een traditioneel gezin, een Vlaams gezin. Was er van bij het begin eigenlijk al een beetje uitgemaakt, onze kinderen gaan dit doen of gaan dat doen? Want dat is toch al snel, hè? Dat ouders zeggen van, die van ons die gaan verder studeren of die gaan dit doen of gaan dat doen. Ik zei daarnet dat mijn vader universiteit had gedaan. En mijn moeder heeft ook aan de universiteit gestudeerd. Dat wat zeker, want ze zei dat toen, ze heeft in Leuven gestudeerd. En ik denk dat ze zei dat er 7000 mannelijke studenten waren en 700 vrouwelijke studenten. En wat heeft zij gestudeerd? Zij is geschiedenis gaan studeren. Ook alweer zoiets dat je zegt, van daar heb je niet dadelijk overzicht van wat je daarmee gaat doen. Goh, ik denk ze heeft een paar jaar les gegeven. Toch. En dan ging ze trouwen en dus zij gaf les in Tielde in de nonnenschool. En in die tijd, als je als vrouw getrouwd was, mocht je dus niet meer voor de klas denken. Ja. Ja, ja, ja. Zeer bevreemdende regeling was. Ik denk misschien de angst dat je dan met een zwangere buik voor de klas zou staan of zo. Ik denk eerder dat het was van, ja, je moet nu bij je kinderen zijn, hè? Of bij je man. Je volgende taak is het huishouden doen. Ja, wassen en dus plassen dat en strijken en dus kindjes zo krijgen. Ja. Want ja, katholiek, er moesten kinderen komen, hè? Goh, ik weet niet of toch wel dat ze in die zin zo katholiek waren. Maar ik bedoel, dat was wel een vanzelfsprekendheid. Ja. Dat er kinderen zouden komen. Want ik heb nog een sprookjesboek gevonden met de sprookjes van Grimm. Dat mijn vader cadeau heeft gedaan aan mijn moeder tijdens hun verloving. En daarin staat dus dat dus mijn moeder daaruit zal voorlezen voor Herwig en Veerle. Dus ze hadden toch al die namen. Hè? Mijn broer heet Herwig, mijn zoon heet Veerle. Ja. Dus dat van jou was geen sprake. Daar was toen geen sprake. Dus ik vermoed dat ik niet helemaal voorzien was. Maar dus het idee was er wel, oké, er gaan kinderen komen. Ja. En mijn moeder is dan, toen ik 6 jaar oud was, zij is de nonnen in de buurt, die begonnen met een afdeling Latijn op de school. Ja. En dan zijn ze aan mijn moeder komen vragen of zij Latijn wilde komen geven. Maar had zij Latijn gestudeerd? Wel, geschiedenis, binnen geschiedenis kreeg je ook wel Latijn. Okay. En dan moest ze dat met verworven rechten doen. En dat wilde dus zeggen dat er ieder jaar kwam een inspecteur om te kijken of ze dat of wel, wel oké deed. Ja. Maar ik heb zelf les van haar gehad en ik kan getuigen dat ze dat. Maar voor een eigen dochter, een eigen kind, zal ze waarschijnlijk dubbel zo streng geweest zijn, hè?
Wel, ik zou het niemand aanbevelen om les te krijgen van een vader of een moeder. Nee. Het is heel bevreemd dat je ziet plotseling je moeder in een andere rol. Je kent je moeder als moeder. En ik denk altijd dat dat niet relatiebevorderend is. Nee, dat denk ik ook niet. Trouwens, we hebben ondertussen nog wat foto's gezien. Hier zien we een foto van de kleuterklas. Ja. En je zei daarnet, want je hebt de foto's uiteraard zelf meegebracht, er moet hier nog een non ergens aan de kant staan. Ja, ik dacht dat die non daarmee op stond, maar dat was dus zuster Maximilia. En die had nog zo'n vliegenierskap. Ja, ja, ja. Maar dat was een lieve zuster Maximilia, want in het eerste studiejaar was het dan zuster Maria Schil. Ik weet nog altijd die naam, en die was heel streng. Heel streng. En je bent naar diezelfde school blijven gaan tot en met je plechtige communie, want we hebben een foto. Nog langer. Ik had de kleutersklas gedaan, de lagere school en middelbaar. Ah ja. En we hadden ook nog een zuster Maria Schil en een zuster Marie-Thérèse. Dat jij dat nog weet. Dat zit ik ook zo wel in. Gesteld, dat, ja, dat zo'n indruk maakte. En ik zie ook nog Marie Odil, ik zie die nog. Want die vertelde dan dat ze het in het klooster eigenlijk dikwijls saai vond. En dat ze dan een fopneus opzette om de andere nog aan het lachen te brengen. Dat zijn zo van die verhalen die mij zijn. Ja. We hebben ook een foto daarnet nog zien passeren. Dat jij je plechtige communie doet. Met een kapje op je hoofd. Ja, dat was dan een paterskleed. Ah, ja. Dus dat was al toen in. Dat was al een beetje een vooruitgang naar een meer sobere aanpak. Dus dat iedereen zo een paterskleed kreeg. Maar ik weet dat ik dat eigenlijk, je ziet dat niet aan mij op de foto, maar ik vond dat eigenlijk verschrikkelijk, heel dat gedoe van die plechtige communie. Heb jij ooit... Maar het was nog toen vanzelfsprekend. Ja. Eerste communie, plechtige communie, cadeautjes en feest, et cetera. Wat eigenlijk mij verbaast dat altijd, hoe snel dat toch allemaal verdwenen is, hè. Ja, inderdaad. Er is nog wel altijd eerste en plechtige communie. Of, ook op een totaal andere manier. Ja, ja, natuurlijk. Maar toch, er is toch altijd feest. Ja, afgelopen jaar niet en dit jaar waarschijnlijk ook niet. Ja, maar ik denk ook bij veel mensen toch ook niet meer. Ja, het is zo interessant, ja, met een sociologische studie van hoeveel mensen doen nog al die dingen. Ja, ja. Of het lentefeest, hè, voor het lentefeest, de niet-gelovigen. Ja. Lentefeest. Heb jij ooit in de Giro geweest? Of bij de scouts? Of bij scouts. Ja? Ja. Altijd, ook heel lang en heel graag. En ook in leiding. Dus eerst de kabouterkes, de jonggidsen, de gidsen. En dan ben ik ook 2 jaar in de leiding. Kijk, we hebben hier nog een foto. Maar dat is waarschijnlijk niet zeker of dat uit die tijd is. Want daar ben jij de kleinste waarschijnlijk ook weer. Hè? Het zal met je vader zijn. Hè? Ja, en ik herinner mij dat dat blouseje dat ik daar draag, dat heeft mijn moeder zelf gemaakt. En mijn zus draagt waarschijnlijk hetzelfde, maar je ziet dat niet. En dat was ergens voor een schoolfeest. Weet je nog zo van die schoolfeesten waar? Dan moest je zo van die dansjes doen en turnoefen. Ja. En dan moesten de ouders zelf die blouses maken. Voilà, dus zo van die dingen die ik nog allemaal weet. En mijn vader is ook heel lang bij de scouts geweest. En in de leiding, is eigenlijk altijd een scout gebleven. En dus die wilde eigenlijk niet liever dan ook met zijn kinderen gaan kamperen. En onze moeder was daar eigenlijk eerst geen voorstander van. En dan was dat dus dat we onderweg naar Spanje, dan onderweg... Even de tent opzetten. De tent opzetten, de Canadese tent was dat. En dat was mijn vader zijn lang leven, want dan groef hij ook altijd een gracht daar rond voor als het zou gaan regenen, dat de regen niet binnenkomt. En hij was altijd aan het tutsen met die tent en de haring en et cetera. En toen mijn ouders zijn verhuisd naar een appartement, toen wou mijn moeder die tent wegdoen. En voor mij was dat heilig schennis. De tent, die Canadese tent van ons vader, dat kan toch niet. En heb die een tijd bij mij gehouden, die nog een paar keren opgesteld. En dan dacht ik, ja, kom eens in die nostalgie. De tijd is voorbij voor de tent. Goed, we gaan eens... Ik ben zo nogal een nostalgisch. Ja, gehoud ervan, ja. We gaan ook muziek draaien. Ik heb aan jou gevraagd om een paar dingen te kiezen. En één artiest of groep die op jouw lijstje stond, is Bazaar met Goud. Terug in de studio. Jazeker, Christine Hemrechts is nog niet gaan lopen. Christine, we hebben het daarnet gehad over jouw jeugd. Maar we komen nu bij... je bent afgestudeerd. Je krijgt een beurs en je gaat naar Amsterdam. Ja, dat was... Vrijheid, blijheid, het grote leven. Goh, ik denk dat dat een ongelooflijk bepalende periode is geweest. Ja, dat weet je, ik word plotseling geconfronteerd met het feit dat er een andere manier van leven mogelijk is. Dus ik zat zo erg vast in... En ik had ook zo het idee van dat de enige mogelijkheid was dat je zou trouwen en gaan lesgeven en kindjes. En ik had zo het idee van, god, dat gaat heel saai worden, mijn leven. En in Amsterdam heb ik toch heel erg meegekregen van...
wat mensen nu waarschijnlijk allemaal spontaan denken, maar dat je zelf je leven kunt gaan maken. En als je het idee hebt van, goh, ik wil schrijver worden, dan kun je ook schrijven. Ja, maar had je toen, want je hebt een beurs gekregen, literatuurwetenschappen ben je gaan studeren. Ja. Wist je toen al dat je wilde schrijven? Nee, dat was er niet. Dat is pas later gekomen. Maar, weet je, Nederlanders die zeggen vaak, gewoon even doen. Ja. Dus we gaan, nou, dan doen we dat toch gewoon. Ja. Dan doe je dat toch gewoon, zeg je zo. Dan doe je dat toch gewoon. Ja. En ik was mee opgevoed met het idee van bijna een soort van noodlot. Dat er een pad voor je was uitgestippeld. En dat pad moest je gaan. Je moest het alleen vinden, het pad. Wel nee, dat pad was er al uitgestippeld. Okay. En dat pad was dat je ging trouwen en lesgeven en kindjes krijgen en dit en dat en dat. En Nederlanders waren daar toen al veel individualistischer en vrijer in. En die zeiden, nou, dan doe je dat toch gewoon. Maar, gewoon even doen. Maar het is toch wel zo dat jij in Nederland... Dan heb jij de eerste echtgenoot leren kennen. Dat was een Welshman, dat was een Engelsman. Allee, dus Welsh, dat is een beetje contradictorisch in mijn verhaal. Dus ik wou het net zeggen, ja. En jullie zijn dan redelijk snel getrouwd. Ja. En dan zijn jullie naar Londen gegaan. Dan zijn jullie naar Londen gegaan. En wat heb je daar dan gedaan? Ben je beginnen dactylo doen? Dat is toch iets helemaal anders dan wat je had gestudeerd. Ja, maar dat was dus ook geen keuze. Hè? Dus Steven die ging zijn studie afmaken in Londen. Ah. Ja, en dan moest er geld worden verdiend. En ja, ik kon moeilijk gaan Engelse lesgeven of Nederlandse lesgeven. Dat was allemaal een beetje moeilijk om dat te doen. En dus wat ik kon doen, was werken als typiste. Alleen is dus het klavier in Engeland is niet Azerta, maar is QWERTY. Dus dat heb ik ook nooit goed onder de knie gekregen. Dus ik was alles behalve een vlotte typiste. Ja. Maar ja, je bent daar dan wel redelijk snel gevraagd geweest om geen bed and breakfast, maar een jeugdherberg. Uiteindelijk was ik zo doodongelukkig dat met mijn typiste werken. Ik moest dan ook heel, heel lang op de metro en de bus en et cetera zitten. Dus dat was eigenlijk echt niet haalbaar. En dat was dan nog de winter dat er gestaakt werd. In 1979, vlak voor Thatcher aan de macht kwam. Enfin, dat was dan ook een complete chaos. En dan zijn we dus zijn we gaan kijken om jeugdherberg ouders te worden. En dan zijn we dus 6 maanden, we hebben de jeugdherberg in Dover overgehouden. Wat ongelooflijk prettige tijd was. En echt maar gaan wandelen op de... 'S middags was je dus vrij, ging altijd wandelen op de Kleefse. En dan kwamen er veel mensen die in de jeugdherberg logeerden, gingen mee. Enfin, dat was een hele, hele leuke tijd. En dan daarna zijn we gaan 6 maanden reizen door Zuid-Amerika. Dus ik bedoel, je was op dat moment ineens niet meer huisje, boompje, beestje. Nee. Je had een meer avontuurlijk bestaan op dat moment. En ik herinner me, toen we terugkwamen van Zuid-Amerika, moet ik daar de laatste tijd aan denken, dat ik een preekje kreeg van mijn moeder, dat ze zei dat als je wou een volwaardig pensioen hebben, dat je moest 40 jaar in loondienst zijn. En ik was toen 25, dus het was dan of nooit, hè, want anders ging niet. Op je 65ste geen pensioen hebben. Geen volwaardig pensioen. En dus nu ben ik 65 en ik krijg mijn volwaardig pensioen. Dus jij zegt nu, dank u mama, je hebt dat goed. Dus toen, niet echt. Ja, maar als je 25 bent, denk je niet aan je pensioen. Nee. Maar ik kreeg daar een preek, die kon tellen. En dan dacht ik, En voilà, kijk. Voilà. Dank u wel, mama. Dank u wel, mama Christine. We gaan weer wat muziek draaien, Christine. En je hebt een nummer gekozen van Hans de Boy. Ja. En we hebben niet zoveel filmpjes van Hans de Boy. Want misschien had je anders een ander gekozen, maar het is dan toch Annabel geworden. Dat was Hans de Boy en Annabel. Christine Emmerichs is nog altijd bij ons in de studio. We waren gekomen bij jouw reis naar Zuid-Amerika met jouw eerste man. Ja. Dan zijn jullie teruggekomen en dan ben jij zwanger geworden. Ja, eigenlijk zeer, zeer snel na terugkeer. Ja. En ik weet dat wij besloten hadden van oké, we gaan aan kinderen beginnen, maar wij hadden geen werk, wij woonden nergens. Allee, ik bedoel, wij trokken toen terug in bij mijn ouders. En ik had dan gelezen dat je een tijd, en ik denk dat dat onzin is hoor, dat je een tijd niet de pil moet nemen voor je aan een zwangerschap. Soms gebeurt dat zo, maar niet altijd, hè? Wel, dat was zo het idee van alsof dat je lichaam eerst moet zuiveren van al die hormonen. Dan, ja. Voilà, en dan worden zwanger. En dus dan zouden we condooms gebruiken. En
Maar en dan zijn we naar een concert gegaan, gedirigeerd door Von Karajan. Oh. Want mijn ouders hadden daarvoor tickets en ook voor mijn broer, maar die kon dan niet gaan. En dan zijn wij gegaan. En dat was eigenlijk, ik moest zelfs in galakleren gaan. Enfin, ja, dat gaat te ver mij leiden, maar goed. En wij waren zo verrukt van dat concert. Toen wij terugkwamen, ja, condoom, hup, nee, daar gingen we niet aan beginnen. Seks zonder condoom. Maar ja, en de volgende dag ging hij naar Wales, naar zijn ouders. Dus ik weet heel goed dat dat toen gebeurd is. Dus ik zeg altijd, mijn dochter, dankbaar bestaan aan Von Karajan. Geef toe dat dat toch wel absoluut een mooi verhaal is. Maar dus op dat moment... Maar ja, je had nog 9 maanden. Hè? Je had nog 9 maanden. We hadden geen werk, we hadden eigenlijk totaal niks. En ik denk altijd, dat we hebben 3 kinderen gehad. En dat eerste kind, dat was eigenlijk totaal onverantwoord om toen een kind te maken. En dat kind is blijven leven. Blijven leven, ja. En de 2 anderen zijn gemaakt in een context dat er wel een dak boven het hoofd was. Dat er wel vastigheid was, dat er een inkomen was. En dat het ook de bedoeling was om zwanger weer te worden? En dat het de bedoeling was, ja. Absoluut. En ja, die kindjes hebben maar relatief... Dus de ene 2 maanden, de andere 3 maanden geleefd. Dus ja. Dat bewijst dat je in het leven de dingen eigenlijk ook niet altijd kunt plannen. Nee, dat, en je kunt het niet naar je hand zetten. Nee. En waar zijn jouw, als ik dat mag vragen, waar zijn jouw zoontjes aan overleden? Wel, bij het eerste kindje zei ze, ja, dat is wie gedood. En dan hebben ze heel snel, dus is het de crematie geweest. Maar dan zijn wij een beetje gaan ons bevragen. En dan zeiden ze, ja, eigenlijk een wie gedood is zeggen, we weten niet wat het is. Hmm. Ja? Dus dat is bijna een soort van negatieve diagnose. Ja. En dan zeggen ze ook wel dat vaak het wel belangrijk is om toch een volledig onderzoek te doen. Dat was te laat, het kindje was gecremeerd. En dan bij het tweede jongetje... Die is wel opgevolgd geweest in de gasthuisberg. Ja. Nee, van onder en boven. En eigenlijk is die gestorven kort nadat hij een paar dagen in de gasthuisberg was voor allerlei onderzoeken. Onderzoek, ja. En dat ze zeiden, ja, er is niks aan de hand. En dat was ook een fel kind. Ze waren totaal geen ziekelijke kinderen. En dan nadat hij gestorven was, hebben ze uiteraard wel een autopsie gedaan. En dan... zagen ze dat dat hart helemaal was uitgezet. Dus dat gebeurt als je hartritmestoornissen hebt. Ja. Dan zet je hart uit. Dus dat hart vulde helemaal die borstkas. Dus daar ademen? Moet een soort van probleem zijn geweest met zijn hart. En ik heb er dan... Ja, dan hadden we natuurlijk ook ongelooflijk veel schrik... dat zich zou kunnen herhalen in een volgende generatie. Wat godzijdank niet is gebeurd. Maar vrienden van mij, die artsen zijn... die hebben gezegd, ja, jullie... waarschijnlijk ongelooflijk veel meer chance gehad dat jullie alle 2 dragers zijn van een gen waar je zelf geen last van hebt. Maar dus door de combinatie heeft dat zich versterkt. En zou het dus ook kunnen dat het alleen maar bij jongetjes dat voorkomt? Dat zou absoluut. Want je hebt je dochter, daar is niks mee aan de hand. En, ja. Maar dus, godzijdank heeft mijn dochter intussen 2 kinderen. En dat, ik zal haar eeuwig bewonderen voor het feit dat zij toch de moed heeft gehad. Want dat geeft een... enorme dierlijke angst. Ja. He, want ik was een geruste moeder. Ik dacht nooit aan zoiets. Nee. Ik dacht daar absoluut niet aan. Nee. We hebben ook foto's van jou. Want je hebt dan na het overlijden van jouw 2 zoontjes... heb jij beslist om dat neer te schrijven in jouw boek. En we hebben een foto hier met het boek. Maar we hebben ook een foto waar we jou als heel erg getormenteerde vrouw zien. Je ziet gewoon het verdriet. Hmm. Laten we zeggen... Ik zie dat van mezelf. Ik weet niet of andere mensen dat zien. Dat is die bril, hè? Met die bril is met dat, die hè? Grote bril. Ja, ik had dus mijn haar helemaal afgesneden. En ik kreeg een heel hard gezicht. En ik kan nu zien aan bepaalde foto's zie ik dat... harde gezichten, dat heeft toch lang geduurd. En, ja. Heeft het schrijven van dat boek, heeft dat jou geholpen? Om het verwerken van het verdriet en het verlies? Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Hmm. Ik kan daar eigenlijk moeilijk op antwoorden. Uiteindelijk... Je moet leren aanvaarden dat dit jou overkomt. Hè. En zegt de verschillende fasen van verdriet is dat je dat eerste ontkenning en de woede en het verzet en de eindfase is eigenlijk een aanvaarding. Ja. En dat heb ik dus, een van de dingen die ik heb geleerd in het leven is te aanvaarden wat op je pad komt. Ja.
Heb jij in die periode met jouw man, heb je daar steun aan gehad? Want jullie zijn daarna uit elkaar gegaan. Wij zijn uit elkaar gegaan, ja. Heeft dat daar ook iets mee te maken? Alles. Dus wij hebben... En we hebben nog altijd een hele goede band. Want die foto die passeerde is eigenlijk waar we samen zijn toen onze dochter trouwde. En we hebben regelmatig contact. Maar wij hebben dat alle twee op een totaal andere manier ervaren. Hoe moet ik dat zeggen? Ja, verwerkt ook. Verwerkt, aangepakt. Steve heeft toen toch wel is zwaar in de put geweest. Kon er ook niet over praten. Dat was waarschijnlijk het grootste probleem. En jij kon niet bij hem terecht met jouw verdriet, dus dat is natuurlijk... Ik had toen het gevoel dat de enige mogelijkheid was om weg te gaan. Om ook mezelf te redden. We zaten echt in een compleet negatieve spiraal. Maar dat is natuurlijk iets wat ontzettend jammer en tragisch is. Ik heb die echtscheiding ook wel altijd als een falen... ervaren, absoluut. Maar ja. En ik wil dat ook niet helemaal zo zeggen van ja, dat komt door die kinderen misschien. Nee, nee. Je weet het niet, hè, maar het is zeker een belangrijke factor geweest. Maar laat ons zeggen, als je alles optelt, het is de som van de optelling, zullen we maar zeggen. Hè. Ja. We gaan wat muziek draaien. En je hebt gekozen ook voor Hannelore Bedert. Ja. Een vrouw die het momenteel ook niet gemakkelijk heeft. Ze heeft haar man verloren, 1,5 jaar geleden of zoiets. En ze schrijft sindsdien, stukken in columns waar die ik lees, omdat ik vind dat ze dat fantastisch doet. En we hebben een liedje gekozen en dat heet Radiostilte. Dat was Hannelore Bedert. En Hannelore Bedert is nog een studente van jou geweest. Ja. Hè? Ja. Op de academie? Dat was de studie Herman Terling. De kleinkunstopleiding. Ja. Je hebt er daar een heleboel gehad, hè, van bekende mensen. Ja. Matteo Simoni heb ik zien passeren. Okay. En Stef Aert. Ook al. Marie Vink. Ja. Wannes Capelle. Ja. Benny, zeg eens. Benny. Oké, denk erover na, want we gaan toch even onderbreken, want we hebben het dadelijk ook nog over de volgende stap in jouw leven. Tot zo. Christine, we zijn nu gekomen aan de volgende stap in jouw leven. Dat hebben we beloofd aan de kijkers. Alle stappen. Alles gaat per stap. Je bent dan uiteindelijk als vrijgezel, kwam je in het leven staan. En dan heb je Herman de Koning leren kennen. Alhoewel, die was er ook al. Jij was er al. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Dankzij de morgen. De morgen. Herman, de morgen had besloten dat ze een boekenkatern wilde. Dus een katern waar aandacht voor boek was. En Herman werd de chef boeken, zoals dat heet, op freelance basis. Dus degene die moest gaan zeggen welke boeken worden gerecenseerd en door wie. Dus dan moeten zij zo boeken uitbesteden aan mensen. En hij had dus contact opgenomen met mij. Om te vragen of ik wilde meewerken aan de morgen. En dan op een bepaald moment moest ik hem dus bellen om te zeggen van kijk, je kan mij niet meer op dat telefoonnummer bereiken. Want mijn man en ik zijn uit elkaar. Het is nu dit telefoonnummer. En ik weet nog dat ik tegen hem zei, maar mijn man en ik hebben nog altijd een goede verstandhouding. En hij zei, ja, dat ken ik. Want hij zat toen ook... Hij was toen net zelf... net al een paar jaar gescheiden en zat ook nog... Ja, die echtscheiding was eigenlijk absoluut nog niet verwerkt voor hem. Hij had dat heel erg gevonden dat zijn vrouw van hem was weggegaan. Want hij had heel veel van haar gehouden. Wat je ook kan merken in mooie gedichten die hij over haar geschreven heeft. En dan op een bepaald moment nodigde hij mij uit voor een etentje. En ik weet nog dat ik zo zei aan vriendin, van, goh, zou ik dat nu doen, zou ik dat niet doen? En zij zei, ja, Christine, doe dat maar niet. Het leven is al ingewikkeld genoeg. Want ik was toen eigenlijk samen met iemand anders, moet ik ook wel zeggen. Ja. Ja, dan is het ingewikkeld, als je dan nog met iemand anders afspreekt. Ja, dat wordt tamelijk ingewikkeld, ja. Maar ja, die woonden in Ierland, dus ik zag die ook niet zo vaak. En dan dacht ik ineens, ja, ik ga dat toch doen. Ja, je doet wat je wil, hè? Ik bedoel, dat was 19 februari 1988, dat weet ik nog heel goed. En dat was een coup de foudre? Van mijn kant uit wel. Ah ja. Ja, maar ik denk, hij zei dan altijd, hij was in het begin zeer aarzelend, want hij was eigenlijk nog niet over die echtscheiding heen. Was niet verwerkt. En had ook ergens nog de hoop dat dat toch zou terug goed komen.
Hij was denk ik toen ook, hij was toen ook met een andere mevrouw bezig, maar dat wist ik natuurlijk niet, heeft hij niet aan mij verteld, maar dat was ook iets overspeligs. Ik ben enkel aan dingen aan het vertellen die ik niet mag vertellen. Maar dat maakt het wel interessant, hè, Christine? En ik weet wel, toen ik een paar momenten in de gaten had, dan zei ik, ja, maar kijk, ik hou hiermee op, je kiest voor mij of niet. Ja. En toen kwam er bij hem wel een gevoel van paniek. Ah ja, en dan besefte hij van, ja, maar ik wil jou niet kwijt. Ja. Maar een van de dingen van Herman, en je leest dat ook in zijn gedichten, dat die wil eigenlijk een beetje alle mogelijkheden ophouden. Er is zo'n regel van hem, zullen we ooit... Misschien, en dat is Herman, zullen we ooit misschien... Maar we moeten dat nu niet beslissen. Ja. Maar ja, een bepaald moment moet je wel... Moet je dat wel, hè? Moet je wel eens knopen tenminste, gaan. Als je iets wil met iemand. Moet je wel knopen gaan doorhakken. Ja. Maar dat was eigenlijk niet zijn sterkste kant. Ja. Ja. Maar uiteindelijk zijn jullie toch een koppel geworden? Ja. We zijn dan samen gegaan bleven. En... een hele mooie tijd gehad, ook met de nodige ups en downs. Ja. Maar nee, absoluut. En dan zijn we ook getrouwd om allerlei redenen. In 92. En dan, en helaas is hij dan... het noodlot. Is hij in 97. 5 jaar later. Was hij in Lissabon? In Lissabon op straat. Heeft hij een hartstilstand gekregen en was het afgelopen. Dus eigenlijk heb jij in jouw leven al wel het een en het ander meegemaakt. Hè? Ja. Dus met jouw kinderen, dan hè, met je zoontjes, dan met Herman. Hè, weer de man van jouw leven op dat moment. En dan, ja, dan is dat toch weer... Ja, hoe raak je daar dan weer overheen? Hè? Wel, ik zelf geloof heel erg in een soort van mentale oefening. Ik denk dat de mens zichzelf wel een beetje mentaal kan bijsturen. En je kan op zo'n moment echt helemaal in zelfmedelijden gaan verglijden. Maar in mijn ervaring is zelfmedelijden is gif. Ja. Daar kom je nergens mee. Of je kan, dat is ook een regel van Herman, leer mij eindelijk hebben wat ik altijd al had. Dus eigenlijk leer mij beseffen wat ik altijd al had. Ja. Zoiets als count your blessings. Count your blessings, cut your losses. Ja. Cut your losses. En de grote mentale oefening die ik denk elke mens moet maken, is dat aanvaardingsproces. Ja. En een dankbaarheid en een vreugde klinkt allemaal heel braaf om wat je wel hebt. Ik weet niet of we, want ik volg het niet altijd welke foto's er zijn. Maar er was een foto met Prins Charles. Ja, om het even op iets anders te hebben. Hoe heb jij Prins Charles leren kennen? Dus je had vroeger, want dat bestaat niet meer, had je in Brussel de British Council. Ja. Dus eigenlijk zo die zorgen voor de cultuur. Die brengen de cultuur van Groot-Brittannië naar buitenlanden. Ja. En Prins Charles kwam op bezoek. En dus zij hadden een aantal mensen die bezig waren met Britse literatuur. Docenten Engelstalige literatuur hadden zij uitgenodigd. Dus, die Prins Charles die wordt dan van het ene groepje naar het andere geleid. En dan kwam hij ook bij mij en dan zei ze dat ik ook een writer was, een novelist. En dan zei hij iets over Thomas Hardy. En toen was ik toch even ontgoocheld, want dan stelde hij de meest... banale vraag die je maar kunt stellen, namelijk schrijf je met een pen of schrijf je met een tekstverwerker? Ja. Dat was ik eventjes ontgoocheld. Ik dacht, Prins Charles, ik had van jou beter meer verwacht. Ja. Maar goed, heb je erop gezegd? I said that I wrote with a pen. With a pen, with voilà. A pen, ja. Dus dat weten we dan ook. Hè. We hebben hier trouwens nog een foto gezien daarnet met jouw stiefdochter. Met Laura, ja. Dat is de dochter van Herman. En zijn vorige vrouw, Lieve Koppes. Ja. En ik heb het grote geluk dat ik een goede band heb met mijn stiefkinderen. Ja. Want dat is niet evident. Nee. En Herman is meer dan... Goh, hoe lang is dat nou geleden? Is straks bijna 24 jaar geleden dat hij gestorven overleden, is. Ja. En die band is er nog gebleven. Altijd. En ik ben oma van hun kinderen. Ja. Ja. Mijn oma. Dus dat, en Laura heeft ook... vind ik veel talent. Zij is beeldende kunstenaar. Ah, ja. Hier op de foto zie je haar. Ja, dan zie je eigenlijk niet. Maar zij, dat is bij de foto is gemaakt bij de presentatie. Ik heb over Herman Taal zonder mij geschreven. En toen zijn de verzamelde gedichten uitgegeven. Ah, ja.
En later heeft Laura ook bij werk, gedichten van Herman heeft ze ook mooi werk mooie gemaakt, beelden dat in wat toe tentoongesteld is. Ja. Dus goed. Zo gaat het een beetje verder. Ja. Weer even muziek. Wat heb je? Ach ja, je zei, dat moet er zeker bij. Stromae. Terug in de studio, Christine. We hebben nu al het een en het ander over jouw leven gehoord. Ja. En we waren nu gekomen bij een volgend hoofdstuk. En dat is de nieuwe liefde. Want ja, Herman is overleden. Ja. Dan ben je een tijdje alleen geweest. En dan heb je toch wel weer iemand ontmoet die de volgende liefde van je de volgende liefde van jouw leven is. Ik ben 2,5 jaar alleen geweest. En ik vond dat toch wel heel zwaar, eerlijk gezegd. Zwaar? Ja. Ja. Ik herinner mij dat vlak voor ik Bart heb ontmoet. Ik heb Bart ontmoet op een vrijdag. En die maandag voordien heb ik tegen mijn broer gezegd van dat ik kerwit zot werd van alleen. De eenzaamheid. Ja, toch blijkbaar ben ik iemand die graag iemand in haar leven heeft. Niet verkeerd, hè? Nee, maar nee. Ik vond dat heel moeilijk. En hoe heb jij hem leren kennen? Dat was een... Allee, ja. Ik gaf een lezing in Kortemark, of all places, in de bibliotheek van Kortemark. En hij kwam eigenlijk te laat binnen en dat zat helemaal vol. En ik zei dan, hier vooraan is er nog plaats. En dan achteraf was er een receptie. En ik kwam praten. En eigenlijk in het begin viel mij dat tegen. Want hij zei wat veel mensen zeggen van, ja, ik ben ook met een boek aan het bezig. En dan kan je mij advies geven. En je kent dat soort dingen. Ja, maar ja, het opende het gesprek. Hè, ja. Ja, ik dacht, here we go again. En dan ineens was ik toch echt van de hand gods geslagen. En toen, we stonden alle twee met een glas wijn. En ik zei tegen hem, flirt jij altijd zo met de mensen? Maar die was eigenlijk niet aan het flirten. Maar zo kwam dat over bij jou. Ja, en ik zeg, ja, ik kan met jou niet praten, zeg ik. En ik geef hem mijn glas wijn. Waarom, weet ik eigenlijk ook niet. En ik draai mij om met andere mensen te praten. En wanneer ik mij na een tijdje terug naar hem draai, staat hij daar nog altijd. Dus hij was wel echt, ja, hij bleef. Hij bleef. En hij is gebleven. En hij is gebleven, maar dat is straks ook 22 jaar geleden. Ja, want jullie wonen niet samen. Hij woont in de Westhoek, waar hij een project heeft. Het is prachtig, ik ben er geweest, het is fantastisch. En jij zit in Antwerpen. Ja. Is ook wel niet vanzelfsprekend. Hè? Want je zegt, je kon niet alleen zijn. Ja, maar je bent eigenlijk niet alleen, hè? Je woont alleen, maar je bent niet alleen. Voilà, dat is een groot verschil, hè? In je hart en je hoofd zit er toch iemand. Ja, dat is een gigantisch verschil. Ja. Maar ik denk dat wij de eerste 10 jaar heel veel gepraat hebben over samenwonen, niet samenwonen, waar samenwonen, et cetera. Ja. En ik denk dat ik had het er toch wel moeilijk mee. Zeker na die eenzame jaren. Moeilijk met? Met dat apart wonen. Ah, ja. Ik wilde dan toch wel meer, et cetera. En dan op een bepaald moment dan bleek dat die gesprekken altijd toch ook kwetsend waren. Omdat de ene wilde niet daar wonen, de andere wilde niet daar wonen. Ja. Ja. En, dan stel je vragen natuurlijk, hè? Ja, en nu praten we daar niet meer over. En het is zoals het is. En ik heb ook wel geleerd om meer mijn eigen leven te leiden. Hè? Ja. Dus niet altijd te denken. Ik doe ook heel, uiteraard doe ik ook dingen zonder hem. Stel je voor. Ja. Maar het is wel een eind, want ik ga vaak met de trein en dan ben je toch wel 2 uur, 2,5 uur onderweg. Van huis. Maar ja, dan zit je op hete kolen tegen dat je elkaar terug zit. Zullen we maar zeggen. We zullen er iets romantisch van maken. Het grappige is dat heel veel mensen die samenwonen, die zeggen tegen mij, oh, ik zou het willen zoals jullie. Een lat relatie. En dan denk ik, wat zegt dat nu over jouw relatie? Dat je zo vol overtuiging zegt. Ja. Van, hè? Maar dat is omdat ze niet weten wat ze zeggen. Ze weten niet wat ze zeggen. Laat het ons daarop houden. Je bent natuurlijk nog altijd aan het schrijven. Ja. Je bent al een aantal keren heb je prijzen gekregen voor wat jij schrijft. Je bent vertaald in... Ik heb opgeschreven welke talen allemaal en ik denk, amai mijn voeten. Wacht. Hè. Waar heb ik het staan? Ik vind het niet meer. Frans, Duits... Wacht hier. Engels, Bulgaars, Duits, Frans, Hongaars, Pools, Servo-Kroatisch, Zweeds, Tsjechisch en Russisch. Dat is indrukwekkend als je dat zo hoort. Hè? Ja, maar dat is ook indrukwekkend. Hè? Ik sta daar niet bij stil. Maar dat is toch zo? Ja. Kun je zeggen, hoe komt iemand
bij een boek van jou, is dat een agent die die boeken onder de aandacht brengt? Hè? Dus voor vertalingen, ja. Het belangrijkste moment is de Frankfurter Boegmesse, dus ja, de grote boekenbeurs in Frankfurt. En daar gaan uitgevers leuren, zeg met hun successen. Met hun boek waarin dat ze geloven, et cetera. Ja, ja, dus ja. Want je kan ze niet meer lezen. Ja, in het Engels kan je ze nog lezen, in het Frans, misschien ook in het Duits, maar in Tsjechisch en in het Russisch. Maar in mijn ervaring kan je daar zelf heel weinig voor ondernemen. Je hebt dus, als schrijver heb je heel hard een goede uitgever. Ja, ja. En vanaf die het moment... dus ook de promotie doet en de distributie. Want nu, vandaag wordt er heel veel gewerkt dat mensen zelf in eigen beheer boeken uitgeven en print on demand. En in alle eerlijkheid, ik vind dat niet eerlijk tegenover die mensen, want vaak moeten zij zelf ook de kosten betalen. En die uitgever neemt dan geen enkel risico. Nee. Zie je? En het grote probleem, zelfs je kan een heel goed boek hebben geschreven, maar dat boek moet mensen bereiken, moet journalisten bereiken, moet recensenten bereiken. Het is heel erg dat het zo is, maar het is ook zo. En het is ook niet zo dat het boek dat het meest aandacht krijgt het beste boek is. Dat zit misschien meestal de promomachine achter. Ja. Dus ik zelf ben heel dankbaar. Ik heb een goede uitgeverij. En onlangs is daar een nieuwe uitgever gekomen. En ik dacht, een jonge vrouw. Ik dacht, god, die gaat mij misschien naar buiten kegelen. Dat ze zegt, hè, die oude madame die al zoveel boeken heeft gepubliceerd. Nou, ze zegt, nee, jij blijft voor ons een heel belangrijk iemand. Maar ja, als jij een successchrijver bent, zou het wel gek zijn dat ze jou laten gaan. Want je zou kunnen zeggen, oké, ze doen niet genoeg. Dat jij zelf zegt, ja, ik ga eens iemand anders proberen. Maar uiteindelijk, het is een mes dat aan twee kanten snijdt. Hè? Voor jou, maar ook voor hun. Hè? Als jij verkoopt, is hun investering gewaarborgd. Hè? Maar zij nemen iedere keer opnieuw risico's. Risico, zij weten eigenlijk ook nooit... En dat is ook, vind ik, het spannende aan dat boekenvak. Je kan heel moeilijk vooraf voorspellen welk boek gaat het gaan doen. Een beetje zoals met platen. Hè? Tuurlijk. Iemand brengt een cd, werkt daar een jaar aan of misschien langer. En dan moet je het loslaten. Dat is met een boek ook zo. Hè? Maar dat is zeer vergelijkbaar. Hetzelfde. En ik denk dat mensen vaak... Die factor onderschatten. Dus ik denk voor een schrijver om een goede band te hebben met je redacteur. De redacteur is eigenlijk degene die je begeleidt. Die de teksten leest terwijl je bezig bent. En vervolgens dat je een goede band hebt met je uitgever. De promodienst, de public relations, de mensen die de cover gaan maken. Het is een ketting, hè? Het is een ketting met schakels. Ja. Het boek wat heel veel... toch wel wat ophef heeft veroorzaakt, is het boek dat jij geschreven hebt, De vrouw die de honden eten gaf. En dat gaat over de zaak Dutroux en zijn echtgenote die de meisjes geen eten gaf. Daar kwam het, kwam het op neer. En sommige mensen vonden dat je daar te ver in ging om dat als item te nemen. Mm. Voel jij je daar op je vingers getikt door sommige mensen of recensenten? Of zeg je, ja, je m'en fous? Goh, ik heb mij dat... ik ben iemand die als er kritiek komt, dan zal ik daar altijd in eerste instantie goed naar luisteren. Zo van, ik heb een grote bereidheid om te zeggen, oh, ik heb het verkeerd gedaan. Ik had dat zo niet mogen doen. Als dat katholiek opvoeden. Die is niet katholiek, ja, absoluut. Mea culpa, et cetera. Maar hoe meer ik daarover nadacht, hoe meer ik dacht, ja, maar dit is iets wat in kunst en literatuur voortdurend... Gebeurt. Ja. Dus eigenlijk voortdurend ga je ook in toneel en film ga je proberen te achterhalen hoe voelt het om. Ja. En dan zou je kunnen zeggen van ja, je mag nooit een film maken over Hitler, want dat is kwetsend voor alle slachtoffers die hij gemaakt heeft. Dus voor mij, maar je zag het probleem dat een beetje ontstond was, ik wilde eigenlijk achterhalen wat ging er om in het hoofd van die vrouw. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarom het goedkeur of wat vergoelijkt. Maar je merkt dat het woord iets begrijpen ligt dicht bij begrip hebben voor. Ja, ja, ja. Zie je? En daar ontstond een verwarring. Want het is begrijpen, maar het is zeker geen begrip hebben. Hè? Voilà. Het is geen vergoelijking, maar wat natuurlijk... En dat snap ik wel, dat bedreigend was. Toen ik aan dat project begon, dacht ik ook... dat Marc Dutroux, Michel Martin, die leven op een andere planeet... de planeet van het kwaad. En eigenlijk, hoe meer ik over hen las... hoe meer ik besefte ook hoe gewoon hun leven was. En eigenlijk, ik ontdekte dan dat Michel Martin... haar eerste 5-6 jaar vlak in mijn buurt woonde. Hmm. En ik had het gevoel, maar ik
Ik ken haar. Ik ken haar moeder. Ik zie dat zo. Je connais la mentalité, ja. Want dat was Franstalig, maar dat was een tweetalige buurt. Ze heeft Marc Dutroux leren kennen op de schaatsbaan in Vorst. Ik ging met vriendinnen schaatsen in Vorst. Dus ja. ik kende heel die wereld. Ik kende ook het belang van uiterlijke schijn, de rolluiken naar beneden. We gaan on ne parle pas de ça et tout ça. Dus ik kon daar eigenlijk heel gemakkelijk inkomen. En mensen die het boek gelezen hebben, zeiden mij dat dat ergens ook een bedreigende ervaring was, omdat ze zo simpele mensen die ze zitten in de buurt. Ze herkende heel veel van zichzelf in die Michel Martin. Hoe het ineens kan kantelen, hè? Mm-hmm. Goed. Maar voor mij zijn dat een van de fascinerende aspecten van mijn vak. Is dat je eigenlijk altijd heel diep gaat in een personage. Je hebt altijd aan het oppervlak het laagje vernis. Dat is moet interessant, weg. Dat moet weg. En eigenlijk wat je doet, wat ik doe als schrijver, is je helemaal inleven, verplaatsen in iemand die jij niet bent. Die je personage is. Ja. En dat vind ik altijd super fascinerend. Maar in Nederland had men natuurlijk dat zo niet gevolgd, hè, die Dutroux. Dat niet die emotionele lading. Want uiteindelijk werd daar op een heel andere manier naar gekeken. Naar dat daar boek, is hè? Het zeer goed onthaald. En er zijn dan ook interessante discussies geweest met mensen, die therapeuten die seksuele delinquenten begeleiden, et cetera. En dus die vonden dat mijn aanpak, de manier waarop ik dat neergezet heb, want het is eigenlijk een monoloog van haar. Je zit in haar hoofd waar er heel veel ontkenning bij haar is. Goed praten, heen en weer schieten tussen alles en nog wat. Die zeiden dat wel zeer herkenbaar. Ja, in de realiteit ook zo is. Ja, in de realiteit. En wat ook, helaas, zij was ook een zeer onderdrukte vrouw. Zij was een angstige vrouw. En helaas zijn er meerdere vrouwen die in een zeer destructieve relatie zitten en daar zeer moeilijk uitbreken. Ja. Ik ben toen geïnterviewd geweest door een journaliste, ik denk van NRC. Een vrouw met veel aanzien. En ze zei, ik heb ook in zo'n relatie gezeten. Ik heb daar heel veel tijd nodig gehad om daar uit te breken. Ja. En natuurlijk, dat zijn ongemakkelijke waarheden. Ja. En we zouden liever hebben dat we in een wereld leven waar inderdaad, als je in een destructieve relatie zit, hop, je breekt eruit. Maar zo is het helaas niet. Nee. Goed, we gaan nu een video draaien waar jij meespeelt. Oh, ja. Ja, en ik vind eigenlijk dat je er niet mooi in zit. Maar goed, ijdelheid, het is, eventjes tussen haakjes gezet. Het is Roy Arnouds uit de Kempen. Ik ben een meisje. En in de studio nog altijd Christine Hemmerichs voor een laatste gesprekje. En we zien een foto waar zij aan het wandelen is. Is dat de manier om gezond te blijven nu in coronatijd? Of deed je dat vroeger al? Ik deed dat vroeger al, maar ik doe dat zeer, zeer graag. Dus als mijn groep vrienden gaan wij zo om de 5-6 weken een hele dag wandelen. Een hele dag? Ja. Dat gaat tot 30 kilometer per keer. Dus dat is heel leuk. En ik denk dat wandelen is zeer, zeer goed. Zowel voor je lichaam als voor je geest. Ja. Het schijnt dus ook, om niet dement te worden, moet je ook veel wandelen. Ja. Ah ja, dan ben ik ook goed bezig. Ik wandel tussen de 5 à 10 kilometer per dag. Ja. Dus nu in coronatijd. Ja, maar in coronatijd wordt er heel veel gewandeld. Ik weet niet of ik het zal kunnen volhouden een keer dat we terug in de rat race zitten, maar ik ga het toch proberen. En ik merk dus ook voor je creativiteit, dus als de ideeën gaan stromen. Dus het slechtste wat een mens kan doen is stil blijven staan. Wij zijn eigenlijk van nature nomaden. Hè? Ja. Wij willen trekken. Hè? Maar jij bent hier niet alleen. Je bent in gezelschap. Dat kan je dan, vrienden, ja. Kan je dan je hoofd ook vrijmaken? Wel, het leuke is, je bent met veel mensen. Je babbelt dus met die, je babbelt dus met die. En dan wordt heel veel getaterd. Ik denk dat dat ook heel goed over de kinderen, de kleinkinderen, de zien, de lachen. En dat is zo bijna een code. Je kan dingen vertellen en dat blijft tijdens die wandeling. Zo. Ja, jij hebt, want je zegt net, en dat zijn goed. Ook mensen, wat ik nog zeggen, dat die, de twee vrouwen die in die foto, die ik heb samen met hen gestudeerd. Oh, dus dat vind ik ook zo'n luxe, dat ik vrienden heb die ik zoveel jaren ken. Ja. En dat we samen onderweg zijn, zoals je hier ziet. Ja. Je zei net al, voor je gezond is gezond voor je lichaam en voor je geest. We weten allemaal, ik denk dat de meeste mensen wel weten, dat jij vijf, zes jaar geleden, heb jij borstkanker gekregen. Jij bent daarvoor behandeld. Dat is dan momenteel genezen? Of zie je dat weet je niet, hè? Nee. Nu, ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk niet meer aan denk. Nee. Ja.
Maar ik weet, de oncologen zeggen dat ook, daar kan altijd zo'n kankercelletje kan altijd gaan verdwaald geraken in je lichaam en dan terug gaan een tumor ontwikkelen. Maar dus ik heb dus dat verdict gehad oktober 2015, dus we zijn ruim 5 jaar later. En dat, het verandert je wel. Ik vind wel die ervaring van borstkanker te hebben gehad. Ja, dat is toch wel, denk ik, hakt er serieus op in. Dat was een enorme schok. Geeft ook een grote onzekerheid. Wat ik ervoer was een soort van identiteitsverlies. Ik ben normaal gezien, dat merk je wel aan mij, heb ik veel zelfvertrouwen. Voilà, hier ben ik. Ik was docenten, schrijfster, moeder, oma, et cetera. En ineens ben je alleen nog patiënt. Patiënt. Je bent alleen nog die kanker. En, maar ja, dat neemt natuurlijk wel je hele leven over, hè? Wel, dat... Op dat moment, hè? Op dat moment, ja. Tijdens de behandeling, tijdens het genezingsproces. Het is een moment van zeer grote onzekerheid, ja. En angst en identiteitsverlies en controleverlies. Ja. Maar godzijdank, het was eigenlijk ook niet zo super dramatisch in die zin dat ik heb geen chemo gehad, want dat heeft natuurlijk enorme effecten ook, neveneffecten. De rest van je lichaam, hè? Ja. Dus ik heb alleen die radiotherapie gehad. Het was ook geen volledige amputatie. Dus in een aantal opzichten, touch wood, heb ik geluk gehad. Ja. En ik ben dankbaar. Hè, van, ja. Ik ben je bent er, je bent er. En je hebt trouwens, dat is je laatste boek wat je hebt meegebracht. Ik ben Emma. Ja. Vertel eens. Ja, dat vond ik leuk om te doen. Dus ik heb Engels literatuur gedoseerd. Dus ik ken ook het werk van Jane Austen goed. Ja, die ja. populaire schrijfster opnieuw is. En ik weet ook niet hoe dat ontstaat. Maar ik kreeg dan zin om haar verhaal over Emma. Emma die zegt van ik ga niet trouwen. Maar ik ga de huwelijk iedereen. Van andere mensen arrangeren. Matchmaker. Om te kijken of je dat verhaal kunt verplaatsen van 1815 naar 2019 was het toen. Ja. En van Groot-Brittannië naar België. En dat is dus heel veel, gewoon al het feit dat mensen nu zoveel contact hebben met elkaar en kunnen reizen, et cetera. Dat was ook voor corona dat ik dit geschreven heb. Maakt toch dat er veel dingen veranderen. Ja, dus dat vind ik dan ongelooflijk spannend. Dat is zo'n beetje een puzzel die je moet gaan oplossen, die je moet gaan leggen. Maar 200 jaar, Christine. In 200 jaar gebeurt er veel, hè? Dus de wereld is zo veranderd. En bijvoorbeeld ook, zij zegt dan, ik ga nooit trouwen. Maar als je vandaag zegt, ik ga nooit trouwen, dat kan zijn dat je... Wij gaan samenwonen. Samenwonen, of dat je dag een ander partner hebt, of dat je dit of dat en dat en dat. Hè? Dus, maar dat was toen niet, hè? Toen, als zij zegt, ik ga nooit trouwen, betekent dat, ik ga ook niet een relatie hebben met iemand. Zie je? Dus zoveel dingen zijn veranderd. En ons denken over seksualiteit en relaties is gigantisch. Jij bent daar altijd wel heel erg open geweest, hè, over seksualiteit. Er is niks dat onbespreekbaar is of waar je niet over kan schrijven. Dat is niet helemaal waar. Nee? Mensen zeggen van mij vaak van je bent zo openhartig. Ja. Maar in je boeken, hè? Ik heb het nu niet zo... Ah ja, zo. Hè, in je boeken, hè? Ik bedoel, ik heb het nu niet per se over jou persoonlijk... Maar dat is toch... Voor de personages dan. Ja, voor de personages. Hè? Zo bedoel ik het. Hè? Ja. Nee. De rest daar gaan we het niet over hebben. Nee, maar ik denk ook, in een praten merk ik van mezelf wel dat ook een gecontroleerde openhartigheid. Het is niet dat ik de persoon ben die er alles maar uitgooit en alles uit... Maar toch ben je heel open geweest en daar ben ik heel blij om. Ik vond het verschrikkelijk interessant. Dank je. Ik wens je veel succes met Ik ben Emma, dat al een tijdje uit is. En ik hoop ook dat er weer een nieuw boek aankomt. Want ik ben bezig dat dacht ik wel. Dus ik, zo hoop, ken je mij. Ja, ik hoop heel snel weer van jou te horen met een boek of in een of ander programma of wat dan ook. Bedankt dat je de tijd nam om naar hier te komen. Graag gedaan. En uw kijker, u bent bedankt dat u heeft gekeken en bent blijven kijken. En wij maken een afspraak voor volgende week. Tot dan!